Bij die verkiezingen is het aantal volmachtsstemmen in heel Nederland bijgehouden per stembureau. Dus dat zijn duizenden stembureaus. En daarbij bleek dat er één stembureau was waar veel en veel meer volmachtsstemmen waren gebruikt, ingediend, dan andere stembureaus in Nederland. En dat was een stembureau in de Schilderswijk, waar Richard de Mos zijn partij enorm goed scoorde. Overigens is het kopen van de stemmen komt niet in die gesprekken terug. Dat heeft het NRC gebaseerd op één anonieme bron. Ja, welke kwaliteitskrant ben je dan?